Maar misschien, hij is zeker 6, 7, 8 maanden niet eruit geweest. Maar minder, weer terug, weer vocht, weer dit. Misschien zit hij er nu. Ik vond hem sterk. Ik vond hem ook... Hij was ook fysiek. Vocht bij de blessure, hè, die dan even opnieuw. Ja, hij was ook, dat je niet denkt vocht. Nee. Beste René, wat vond je van het optreden van Peter Wisschop afgelopen woensdag? Ja, Vind je wel goed genoeg voor Oranje? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee? Nee, dat kan niet. Dat kan eigenlijk met Twente, als je Europees speelt, al niet meer. Is te langzaam. En doordat hij te langzaam is, gaat hij... Ja, kijk, waarom zou je deze overtreding maken? Die jongen moet namelijk 4,8 meter zijn om hem in te koppen. Ja. En was maar 2,2 meter. En buiten dat kon hij er ook geen reet van. Nee. Dus je had eigenlijk wel hip geweest om hem gewoon eens te proberen of dat hij het ook zonder tegenstander zou kunnen. Johan die zegt net van, er is ook wel enige verdienste van de bondscoach. Is dat dan gewoon miscast om zo'n Wisschop te zetten? Nee, Wisschop is verleden keer een keer geselecteerd omdat er erg veel blessures waren bij centrale verdedigers. En toen had hij weinig keus. Maar die jongen, wat René zegt, die... Bij Twente wordt het al twijfelachtig. Ja, hij doet last, hè, Johan? En natuurlijk, daar houdt hij zich aan vast. Ja. Maar Bert is altijd zo, als je dan iemand bij de selectie heeft... dan word je niet na één keer bedankt uit een soort... Dus dit is een afvloeiregeling. Precies, dan mag je nog een keer op de bank zitten, mag je nog een keer meedoen, heeft hij 2 interlands. En dan een handje. En nu heeft hij een haasje gehad. En want dan krijg je ze altijd bij de eerste interland. Ja. Hij is international. Vocht, haasje. Maar deze jongen die kan op dit niveau niet mee. Moet je hem ook niet aandoen, want hij valt echt uit de toon. Douglas is wordt in mijn ogen een Europese topverdediger. Ja. En die moet je heel snel Nederlander maken. Wat vond je van Pieter zo'n Oranje, Johan? Vraagt Miep. Miep Westerman uit Boerhaars eraf. Pieters die staat er bij gebrek aan beter. Pieters is een gemankeerde bek, geen echte topper. Aardig, hij doet mee. Maar jij bent vroeg geboren eigenlijk, hè, als je erover nadenkt. Nou, ik zat wel in een wat andere generatie. Hij maakte deel uit van de gouden generatie. Hij wordt wel iets rustiger. Het kwam natuurlijk omdat hij tegen Oostenrijk speelde, maar ietsje rustiger. Maar dan het is niet echt een internationale bek. Maar er is toch ook geen alternatief? Ik bedoel, braafheid en niet. Wie zou je daar precies, dan... Ik zeg ook bij gebrek aan beter moet hij er staan. En als hij geen fouten maakt en hij gewoon meedoet en zijn werk doet, dan kan het. René, nog even Strootman in Oranje. Wat vond je ervan? Daan Snieder uit Heilo. Ik bedoel, tegen Oostenrijk met 2 of 3-0 voor hadden wij het nog in kunnen vallen. Ik bedoel, daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. En die invalbeurt van de jongen ook niet. Dan kan je wel zeggen, ja, ze speelden gelijk goed mee. Ja, dat geloof ik wel. Maar stond op een gegeven moment ook iedereen vrij. Dat was ook niet zo moeilijk meer. Nee, daar hecht ik niet zo heel veel waarde aan. Iedereen is wel laaiend enthousiast over. Ik was Snijder, die zei van, die gaat naar een topclub toe en zo. En, ja, maar dat wil ik... Ja, sorry, maar dat wil ik dan nog wel eens meer zien als één wedstrijd tegen Ajax thuis. En ik vind eigenlijk, als ik gewoon als kijker voor de buis zit, ze zijn niet zo te vergelijken, vind ik die Toornstra van Den Haag meer hebben nog dan hem. Nou, wat een prachtig bruggetje. Laten we daar nu naartoe gaan. Want 1,5 jaar geleden speelde hij nog bij de amateurs. Kevin Strootman dus in Oranje. Gaat het straks ook gelden voor Jens Toornstra, de goede speler van ADO Den Haag? Hoop ik. Nou, dan verraste ik ze toch even, volgens bij de regie inderdaad, ja. Nou goed, hoe goed vind jij hem dan? Zou die ook goed kunnen zijn? Ik vind die jongen echt met kop en schouders met Den Haag erbovenuit steken. Hij is fysiek niet zo sterk als Strootman. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat hij lang in de amateurs gespeeld heeft. Dat houdt in dat je niet zo intensief traint. Dus je hele spieropbouw is totaal anders. Want die jongen heeft tot voor 2 jaar geleden 2 keer per week getraind en een studie gedaan. Dus die heeft veel in te halen en die moet uitkijken dat hij niet overbelast wordt. Dat is opmerkelijk in zo'n fysieke ploeg als Den Haag. Enorm inhoud. Heeft een goed loopvermogen. Oh. Maar ik vind voetbaltechnisch vind ik hem absoluut eruit springen bij Den Haag. Nou, laten we eens naar het onderwerp gaan kijken dan. Jens Toornstra, geportretteerd in deze uitzending. Nee, is het een incident dat de ADO zo hoog staat? Nee. Want ze hebben een paar hele goede spelers. En ik zit gewoon speciaal te kijken voor die Toornstra. Goed in Gent.
binnen onze club. En niet ik hoor, echt niet. En het enige wat ik gezegd heb, dat die jongen sneller naar betaalde voetbal had gemoeten. En daarom heb ik hem getracht een klein beetje te begeleiden. Als je nu ziet, dan kun je niet voorstellen dat hij pas een jaar betaald voetbal speelt. Het is een speler die heel veel energie in een wedstrijd stopt, maar ook in de training. Die traint om beter te worden, elke dag weer. En dat is natuurlijk voor heel veel jongens, jonge jongens met name, nog een voorbeeld dat het nog steeds kan. Na Jong Oranje is er nog een Oranje. Het grote Oranje. Had jij niet stiekem op een telefoontje gehoopt? Nee, heb ik niet aan gedacht. Maar ik denk dat dit wel, deze ontwikkeling wel hoop biedt aan andere jonge spelers om gewoon bij je eigen club gewoon goed je best te doen. En dat de bondscoach toch rondkijkt. Nu is Jens door uw contacten bij ADO Den Haag terechtgekomen. Nu heeft hij ook wat contacten bij het Nederlands elftal. Wanneer gaat u hem begroeten in Huisterduin? Net zo min als ik bij ADO over ga, want dat bepaalt ADO zelf, ga ik er bij het Nederlands elftal over. Al zou ik het nog zo graag willen. Maar ja, Strootman is ook in het Nederlands elftal terechtgekomen iedereen is in het Nederlands elftal terechtgekomen via een amateurclub. Dat is nou helemaal zo, dus waarom zou hij dat niet kunnen? Maar hij heeft wel op het middenveld heel veel concurrentie, want daar zitten we in Nederland toevallig heel erg goed. Hadden we normaal een paar goede verdedigers, dan kan ik die ook van harte aanbevelen. Erbij. Maar die heeft u nog niet gezien op de Nederlandse amateurvelden? Ja, ik zei het al. Ik heb een keer een voorstopper gezien bij ADO 20 die ik erg goed vond. De Alphense Borst op de goede linksback. Dus als ik dat zie, dan ziet iedereen die van voetbal houdt. En ieder weekend zie ik er ontelbaar op die velden. Ziet dat natuurlijk ook. Dus het enige wat ik maar blijf roepen met mijn eigenwijze kale hoofd is tegen die scouts. Kijk nou nog even intensiever. Speur nou even intensiever naar die velden. Want wat Derksen zegt, geen groot geld meer voorradig, dan moet je met die spelers beginnen. En ik zie bij de eerste divisie zie ik spelers lopen waarvan ik denk, nou, geef die nou eens gewoon de kans. In plaats van een Roemeen te halen of god mag weten waar je spelers vandaan haalt, die veel meer kost. Daar wringt bij mij een beetje de schoen. Er zijn veel torenstraans in Nederland, dat gevoel heb ik. Hij heeft wel kijk op, hè, die Jansma, als je het zo hoort. Ja, maar ook wel een beetje makelaartje spelen. Hè? Ja, maar dat is hij natuurlijk niet, want hij is adviseur bij het Nederlands elftal. En nee, maakt ook niet uit. Maar het is wel een goede voetballer, René, toch? Ja. Eentje? Ja, is een hele goede. Ik hoor niks over die Van der Brom. Heeft die trainer en zo'n jongen nou ook een beetje gemaakt? Nee, dat kun je niet zeggen. Nee, want die Van der Brom die werkt pas een half jaar met hem. Ja. En het is niet zo dat voor het half jaar deze Toornstra helemaal niks kon. Ik vind het sowieso opvallend dat succes van Den Haag. Dat je eigenlijk over de rol van Van der Brom weinig leest. Hij heeft hier aan tafel gezeten. Er komen maar een paar mensen aan tafel hier, hoor. Denk maar voordat je hier aan tafel bent. Ja, dat bedoel ik, ja. Nou, dan moet je wat kunnen, ja. Dat is waar. Dat was ook een vraag uit het land, trouwens. Wat is het genie van die Van der Brom dan? Nou, ik denk dat de grootste verdienste van John is dat hij in hele gerustige persoonlijkheid is en een hele flamboyante club. En een hele nuchtere, rustgevende figuur hadden ze daar wel nodig. Want die houdt daar behoorlijk de boel rustig. Want als ze daar ook zo'n driftkikker als trainer hebben, dan naait iedereen elkaar op en dan lopen ze snel uit de hand. En op een of andere manier heeft hij ze geweldig aan het voetballen gekregen. Ja. Want maar welke manier dan? Beetje geluk bij je ook. Altijd, maar bijvoorbeeld de juiste speler, die Boulikin, die hebben ze gehuurd, gekregen van Anderlecht, want die was daar helemaal afgegaan. Ja. En die moest even wat meer waard worden in de etalage. Nou, dat is een schot in de roos. Legt er 15 die kopt gewoon iedere voorzet van die Verhoek in. Ja. Nou, die Verhoek blijkt een hele goede voorzet te hebben. Er zijn wat meer spelers. Kubik die doet het heel aardig. Ja, precies. Die komt door Tjöla Ling daar binnen. Dus je moet nooit de rol van een trainer overschatten, hoor. Nee. Je hebt meer aan een goede linksbuiten dan een goede trainer. Maar goed, het feit dat John hier al gezeten heeft, zegt al genoeg. Trouwens, nog wel een vraag aan jou, Johan. Als Frenk van der Linden langs mag komen, wanneer komt Prem dan weer voorbij? J. Goossens uit Zevenaar. Premmetje. Nou, het is zo, Prem, die ik heb altijd de radio in de auto 's ochtends op Radio 1 heet dat, geloof ik, staan. Radio 1, ja. En dan op een bepaald moment dan komt Prem en als ik die stem hoor, dan krimp ik al een 1. En dan ga ik naar 2 ogenblikken. Ik kan niet meer tegen Prem, het is een ontzettend aardige man. Maar ik word gek van Prem, als ik zijn stem, zijn naam, dat gegil hoor. Niet meer doen dus, Prem, toch?
Ja, nu we hem meemaken, wordt het een moeilijke keus. Ja, wordt het toch weer een twijfelgevalletje wat dat betreft. René, iemand wilde nog weten, ik moet kijken of ik nog snel kan vinden... of je nou inmiddels die beelden hebt gevonden van die geïrriteerde Özil, vraagt Martin Polman uit Zwolle. Dat waren de verkeerde die ze hadden. Oh, je had het ook gevraagd. Maar dat was wel een moment waarop die Özil ook weer zo naar die Ronaldo stond te kijken... van wat is die man aan het doen toch allemaal. Maar dat waren wel de verkeerde. Maandag heb ik ze. Een hele bandje mee naar huis toe. Bandje mee naar huis, ga ik het uitzoeken. Ja, tussen alle wedstrijden door even zoeken. Gewoon. Geen probleem. Zometeen praten we uitgebreid over de Eredivisie. Kijken vooruit naar alle wedstrijden die het weekend worden gespeeld. We hebben nog wat buitenlands voetbal, wat gekke interlands ook. We gaan nog even over België praten, waar Frank ook een groot fan van is. En die hebben de verkeerde speler opgeroepen van de week. Maar dat gaan we u zometeen uitleggen na de reclame. www.rtlvoetbal.nl en natuurlijk ook Mike Knudden. Tot zo. Terug. Laatste gedeelte alweer van Voetbal International met Johan Derksen, Frank van der Linden en René van der Gijp. René, wist je trouwens dat hij niet bij Kijzerslauteren en ook niet bij Atletiek de Bilbao heeft gespeeld? De Aben van de Ban? Nee. Waarom zeg je dat dan? Ik keek het op jullie site, maar die blijkt gehackt te zijn. Er zijn mensen die kunnen die site hacken. Die hebben het erbij gezet op een of andere manier. Zo heb ik hier gelezen dat Corpot gespeeld had in Spanje bij drie clubs. Nee, ook bij Atletiek de Bilbao. Ook gehackt. Ook gehackt. Ja, verdomme ja. Ik dacht, die koor, dat wist ik helemaal niet. Stond bij jou ook talent van het jaar. Ook gewoon gehackt, weet je wel. Alles wordt gehackt vandaag de dag natuurlijk ook. We kijken even naar het programma in de Eredivisie. Allemaal te zien natuurlijk op Eredivisie Live. Vanavond geen wedstrijd. Wel een topper trouwens in de Jupiler League. Dordrecht-Sparta, daar gaan we zeker zo naar kijken in de uitzending hierna. Maar de wedstrijden van zaterdag en zondag. ADO Den Haag tegen VVV. AZ tegen PSV. Feyenoord tegen Heracles en FC Twente tegen Vitesse. En ook nog Willem II tegen Utrecht. Allemaal op de zaterdag te zien op Eredivisie Live 1, 2 en 3. Ook 4 trouwens zie ik nog erbij staan. En zondag Roda JC tegen Ajax. De Graafschap tegen FC Groningen, NAC Breda tegen Heerenveen en NEC tegen Excelsior. En had ik al gezegd dat live te zien was op Eredivisie Live? Of? Ja. Ja, toch? Ja, hè? Ja. Had ik gezegd, ja. Weet dat ik het even gezegd heb. Ik heb wel ontzettend moeten lachen deze week over die Kanacic, die trainer van de Graafschap. Die het eigenlijk volledig eens is met de Graafschap dat hij ontslagen is en begrip. En dat, ja. Blij dat hij een kans gehad heeft. Nou, hij kan Looien wel vermoorden. Maar daar heeft hij over nagedacht. Hè? Nou, goed, maar wat is dan zijn idee erbij, denk je? Hij zegt, Van Hanegem en Hiddink hebben mij hoog zitten, dus dan moet ik wel iets kunnen zijn. Hij heeft erover nagedacht. Hij denkt natuurlijk, als ik nu af ga geven op de Graafschap en gefrustreerd ga reageren, dan is dat misschien voor andere clubs een reden om mij niet te nemen. En hij doet nu heel chic in zijn reacties over de Graafschap. En dan hoopt hij natuurlijk dat een andere club zegt, nou, dat is een ontzettend nette vent, die kunnen wij ook wel nemen. Maar die gozer heeft het gewoon niet zo slecht gedaan. Hij heeft uitstekend gedaan. Die heeft hartstikke goed gedaan. Maar wat is de reden dan? Maar je hebt wel eens dat een trainer het heel goed doet, maar dat hij ook het uiterste eruit geperst heeft. En dat de mensen die daar wat kijk op hebben zeggen van, dit is ook het moment om afscheid op hem te nemen. Maar net zit je nog uit te leggen dat de invloed van een trainer niet heel is. Jawel, nihil niet bij iedere trainer, maar zo'n man die werkt 2 jaar heel intensief met zo'n groep. En dat gaat redelijk goed. Maar die heeft al zijn kunstjes vertoond en die heeft die jongens helemaal leeg gepest. Ja. En als je nou de fout maakt, het gaat leuk en ik geef hem een nieuw 2- of 3-jarig contract, gaat dat tegen je werken. Dus het is wel eens verstandig om op dit moment afscheid te nemen. Ik kan niet oordelen over hoe dat daar is hoor, maar dat heb je vaak. Hij loopt zich overal uit, merk je wel, hè? Ik bedoel, ja, dat had jij mij van voor tevoren gezegd. Je hebt niet zo'n slappe politicus voor je zitten, waar je helder mee werkt. Nee. En de wedstrijd van het weekend, AZ-PSV. Fred Rutte zei in de aanloop naar die wedstrijd toe, kijkend naar de kwaliteiten van die van ons en die van AZ, hebben wij meer kwaliteit. Ja, maar dan speel je wel uit. Dat scheelt wel. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan wel heel makkelijk zeggen van ja, die wedstrijd. Maar je moet geen 2 keer gaan verliezen als PSV zijnde natuurlijk in een week tijd. Nee, dat moet niet gebeuren, want dan komt er onrust. Ja, ja. Maar die is er, als je goed nadenkt, die is er toch al. Ze komen eerst kantje boord weg bij Willem II. Ja, dan verliezen ze vandaag. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk eigenlijk al 2, 3, 4 wedstrijden. Nee, maar dan is AZ geen lekkere ploeg om voor de derde keer aan de slag te gaan. Ja, en Verbeek heeft gezegd, er is kritiek op Fred Rutte. En dat is niet voor niets, heeft Gert-Jan ook over gezegd. Dus dat klopt. In dat opzicht denk je dat ze erop kunnen nu.